Beste mensen van Ermelo, wat vind ik het ongelooflijk jammer en verdrietig dat ik opnieuw op deze manier met u in contact moet komen. En eigenlijk met ongeveer dezelfde boodschap als die ik het afgelopen jaar via een videoboodschap tot u eh, heb gericht. Maar opnieuw zitten we in een harde lockdown. De horeca, de ondernemers, de detailhandel. Jongens, wat hebben jullie het zwaar? En opnieuw de teleurstelling moeten verbijten. Dat er geen feestelijke verkopen kunnen plaatsvinden en geen feestelijke lunches en diners kunnen worden geserveerd. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dat opgeteld bij alle gezinnen, met name ook met jonge kinderen, die opnieuw in een thuissituatie zitten waarin er en verwacht wordt dat ze werken en hun kinderen opvangen, het is een hartgelach. Ik heb er geen nieuwe teksten voor. Ik kan alleen maar opnieuw zeggen, hou vol. Ik heb wel een paar tips die ik misschien nog niet eerder heb genoemd. En daar waar mogelijk zou ik zeggen: koop toch lokaal. Laten we ons, onze eigen ondernemers proberen zoveel mogelijk te steunen. Help elkaar daar waar het kan, op afstand en met inachtneming van de regels, uiteraard. Maar even dat halve verkeersbrood toch ook bij de buren gedeeld. Of even die kop warme chocolademelk aangereikt bij de overbuurvrouw, die toch wel heel erg alleen voor het raam zit. Dat type dingetjes is het enige wat ik nog als tip en advies zou mee kunnen geven. Laat onverlet dat ik jullie toch, ondanks al deze maatregelen, alle, alle goeds wens om de feestdagen ook enigszins feestelijk door te komen. En nogmaals, heel veel sterkte voor alle mensen die ten einde raad zijn als het gaat om hun ondernemingen. Hou vol, er komt een nieuw jaar aan.